Who's Next wordt mede mogelijk gemaakt door Mazda. NEC Next schrijft vandaag over de onderhandelingen van ABN AMRO om samen te gaan met de grote buitenlandse bank. Hoe na zo'n overname twee bedrijfsculturen totaal kunnen clashen, dat weet als geen ander internetondernemer en schrijver Jacob van Duin. Hij is trouwens ook de zoon van Outrobeco-topman Jaap van Duin. Hallo. Hoor niks van je. Jacob, hoe verder? De strijd om ABN AMRO woedt hevig. Ja. De opkopers staan voor de deur, schrijft NEC Next vandaag. Jij weet wat het is om overgenomen te worden. Ja. Je had een internetbedrijf. Ja. We hadden heel veel geïnteresseerden. Je had een internetbedrijf in het bouwen van websites. Ja, klopt. Ja, ja. Heel even voor de kijker, dan hebben we maar meteen gehad. Dat heb je laten overnemen. Ja. Je had 18 miljoen. Ja. In de kluis. Ja. Dat werd 30 miljoen waard en uiteindelijk had je niks. Nee, ik had nog wat soort wisselgeld uiteindelijk over. Wisselgeld? Ja, ik heb nog wel genoeg om, zeg maar... Waar je dit huis van gekocht de advocaten en de juristen te kunnen betalen, de fiscalisten. Maar het was een fractie van wat het was. En dat is niet alleen omdat we een verkeerde keuze hebben gemaakt, misschien met het bedrijf dat ons heeft overgenomen, maar ook omdat we hebben onderschat wat het überhaupt betekent om je te laten overnemen of te fuseren. Ik denk niet dat ABN AMRO nu daar heel erg mee bezig is. Die zijn gewoon bezig, ze hebben een probleem. En de aandeelhouders zijn boos en ze moeten er iets mee. En dat is hun eigen schuld, want ze zijn beursgenoteerd. Hmm. Ze hebben niet heel veel keuze. Wij hadden destijds wel een keuze. We hadden het misschien beter niet kunnen doen. Het is al heel moeilijk om te fuseren als twee Nederlandse bedrijven samengaan. Maar nu krijgt ABN AMRO te maken met of een Spaanse alleenheerser, schrijft NEC Next, of een stijve Brit. Ja. Jullie werden overgenomen door een Zweeds bedrijf. Ja. Het fascinerende is dat je aan fusies, en dat wordt altijd onderschat, dat is bekend uit de managementboeken. En toch, de managers die het doen, die houden daar toch liever geen rekening mee. Omdat cultuur, dan kom je in het vlak van psychologie en dat is moeilijk. En je kan ook eigenlijk moeilijk van tevoren zien hoe dat gaat passen. Dus gaan ze maar verder met die fusie. Maar op de werkvloer denk je van, nou, op het moment dat je een Zweed op vakantie tegenkomt, kan je met hem lachen. Maar als je met hem moet samenwerken, dan stuit je dus op dingen die totaal anders zijn dan wat wij dus specifiek hadden. Wat leverde de grootste frictie op? Het feit dat Nederlanders de neiging hebben om to the point te zijn en kritiek te leveren waar nodig. Terwijl Zweden dat meer via een soort omweg doen, bijna Aziatisch. Ze laten je liever per brief iets weten dan dat ze je in een vergadering op je plek zetten. Ze maken kortsluiting als jij dat bij hun doet. Ze hebben moeite met het mes op tafel. De hele werkvloer komt er niet tegen. Dus, hoe uitte zich dat? Mensen werden oud-Hollands, alsof het geuzen waren die tegen de Spanjaarden aan het strijden waren. Ja? Er was op de werkvloer, mensen kwamen in opstand. Wat heb je als tip om die culturen een beetje smooth samen te voegen? God, ja. Kijk, ze gaan ook nog eens met Engelsen fuseren. En Engelsen hebben ook nog eens als valkuil dat je denkt dat je als Nederlander goed met een Engelsman overweg kan. Maar dat Engelsen ook weer heel anders zijn in zaken doen. Dus, ja, hoe anders? Engelsen die sluiten je buiten. Je bent met Engelsen aan het overleggen. Engelsen die gaan gewoon de kamer uit. Of ze gaan een soort onverstaanbaar Engels accent in een hoekje. Even de boel. Engelsen kan je ook helemaal niet eerlijk tegen zijn. Die schieten helemaal in stress. Dat is echt ook weer heel anders. Want dat heb je aan de lijf ondervonden? Ja, met Engelse zakenpartners. Dan moet je, dat onderschat ik volledig. Je kijkt naar de BBC en denk je, oh, Engelsen, net als wij, ironisch lachen. Weet je, kan je wel mee. Nou, als tip, je kan er niet genoeg aandacht aan geven. Ik bedoel, je moet echt bij wijze van spreken met iedereen individueel een gesprek voeren en ze voorbereiden op dat dingen anders kunnen zijn. En dat je het vreemde moet omhelzen, niet eng moet vinden. Okay. Het is gewoon vreemdelingenangst. Ik ben heel erg geschokt door dat drama in Amerika, natuurlijk, net zoals iedereen. Don't get me started on America. Het is heel erg. Het zal wel weer een verhaal zijn van iemand die vereenzaamd is en die de wereld of andere mensen de schuld ging geven van zijn eigen problemen en in bezit kon zijn van een wapen. Maar
Ik hoop niet dat ze weer de makers van videospelletjes en films en boeken de schuld gaan geven, zoals vaak gebeurt. En voor deze hoop ik dat het zo min mogelijk doden zijn. Ik weet niet hoeveel het er nu zijn, maar... 32, geloof ik. Ja, het is onvoorstelbaar. Jort Kelder, vertrokken als hoofdredacteur van Quote. Ja, ik ben altijd een fan van hem geweest, omdat hij is een goede journalist die ook heel goed kan schrijven. Hij heeft als journalist ook stilistisch iets gebracht dat we niet hadden. In Nederland heeft iedereen het altijd over de grote literaire schrijvers, maar er zijn onder de journalisten ook een paar mensen die echt heel inventief zijn op gewoon puur taalniveau. En hij is ook één. Zijn blad, was dat jouw lijfblad? Leefblad? Nee, ja, het is toch een beetje te concepterig of zo. Ik weet niet. Ik vind het heel leuk dat het succesvol is geweest. En ik vind het toch een beetje te plat of zo. Het is een beetje te vastgoed. Het gaat om de fun van rijkdom. Dat moet jou ook aanspreken. Nou, ik vond rijkdom niet eens... Ik heb er niet echt om gelachen. Ik vond het meer... Want wanneer was je op je rijk, zeg maar? Want je bent nu 2000. 35. Nou, ik ben 32 en was op mijn rijks op mijn 24ste, geloof ik. Op mijn 25ste. Want toen had je dat grote bedrijf met 200 werknemers. Ja, en dat geldt ook zogenaamd op de bank. Dus ik heb afschriften op dat bedrag staat, zeg maar. Hoeveel bedrag? 18 miljoen. En dan in Zweedse kronen. 18,00. Ja, en dan nog meer, want het was een Zweedse kronen. Dus dat is gewoon nog factor 5. Hoe oud was je? 4 of 25. Dus ik kon toen gewoon doodgaan. Ik had al mijn dromen bij. Maar dat bedrag, ik mocht er dus niet... Dat is het mooie. Ik werd overgenomen. Ik mocht niet aan het geld komen. Want het was een aandelenkapitaal in dat bedrijf dat ons had overgenomen. Dus het was een voorwaarde dat ik er niet aan zou komen, anders zou ik een onloyale manager zijn. En toen gingen de aandelenmarkten crashen. En toen zag ik dat bedrag zo... De internet zeepel spatten. Ja. En het mooie is dat je dat ziet gaan van een bedrag. Een bedrag op zich zeggen niet zoveel. Je ziet een bedrag waarvan je denkt, ik hoef nooit meer te werken. En langzaam wordt het een bedrag van, ik moet misschien ooit nog gaan werken. En dan wordt het een bedrag van, ik moet echt best wel hard weer gaan werken. En dan wordt het een bedrag van, ik zit in de problemen. Ja. En dat zie je gewoon, het is allemaal heel maf. Maar wat heb je er in gedachten mee gedaan met al het geld? Ik ben er niet aan toegekomen. Ik was zo hard aan het werken. En ik zat alleen maar een soort vagelijk te denken van, weet je wel, van die jongensdroom. Van, dan koop ik een huis met een tuin en dan, Of 10 huizen met een tuin. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Of dan ga ik goede doelen. Dat is allemaal heel erg niet... Ik woonde toen in een studentenkamer van 12 vierkante meter. Dus ik was snel tevreden. 2 minuten stilte in Tel Aviv. Ter nagedachtenis aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers van het regime van Nazi-Duitsland. Ja, interessant om te zien dat je nu ziet in de literatuur en ook in de films dat er steeds minder... Vaak films en boeken worden gemaakt met de Holocaust als onderwerp of met de Tweede Wereldoorlog als onderwerp. En je merkt toch dat een bepaalde generatie nu kennelijk aan het verdwijnen is van het straatbeeld die dat heeft meegemaakt. Dus ik denk dat je nu in de fase komt dat je even scherper moet zijn dat mensen dat wel blijven herdenken. Want jij houdt ook 2 minuten stilte? Nee, nou, ik zeg het ook uit een soort... Oh. Ik merk bij mezelf dat ik er niet... Weet je wel, ik nam het altijd, omdat het werd altijd... Als je opgegroeid bent in de jaren 80... Het wordt gewoon door je stot geduwd. Toen was iedereen er zo mee bezig. En het is wel belangrijk, het is hard. Nee, maar ik ben nu ouder. Als je jong bent, denk je van, jongens, kom op. Jij gaat dit jaar voor het eerst 2 minuten stilte. Nou, misschien wel goed, ja. Misschien wel goed. Op de opiniepagina een artikel over het opslaan van telefoondata. Ja. Je hebt nu een bedrijfje waarin je spelletjes maakt voor mobiele telefoons. Mm-hmm. Ja. Eerst websites, nu spelletjes voor telefoons. Is dat helemaal jouw wereld, die nieuwe media? Nou, niet per se. Alleen, het is... De wereld waar je het makkelijkst innovaties kan... Ja, waar nieuwe dingen te doen zijn. Maar heel veel kinderen van gegoede families... Mm-hmm. Die gaan juist op de wereldverbeteraar tour. Is dat zo? Ja. Ja, mijn vader is heel slim geweest. Die heeft me nooit de indruk gegeven dat we goed waren. Mijn vader is heel erg... met weinig tevreden. Heel matig mens. Om iets zinnigs te gaan doen. Oh, dat wil je weten. Ja. Een veilige achtergrond. Je hebt verder niet veel om je zorgen om te maken. Nou, dus je kan al je energieën aan het verbeteren van de wereld besteden. Ja. Ik ben... Ik heb die tijd gehad toen ik een bedrijf had, wilde ik de wereld heel erg verbeteren. En ik wilde iedereen laten zien dat met je... Met websites. Ja, nee, maar ook gewoon... Sorry. Je raakt best wel een punt nu wat me wel aangeeft. Want ik heb het veel geprobeerd en ik merkte dat het niet lukte, laat ik het zo zeggen. Wat heb je geprobeerd de wereld verbeteren? Toen we een bedrijf hadden, hadden we 200 mensen. Mm-hmm. En die mensen kwamen vaak uit cynische organisaties. Of die waren gewoon een beetje, weet je wel,
hadden vaak een loonslaafmentaliteit, omdat ze cynisch waren over wat bedrijven deden. Dus ik had echt een idealistisch beeld daarvan. Van, wij gaan als bedrijf, wij gaan goed doen. We gaan onze mensen gelukkig maken, onze klanten gelukkig maken. We gaan iedereen gelukkig maken en we gaan geld verdienen. En helemaal mooi. Maar ik ben er gewoon achter gekomen dat mensen heel erg hardnekkig zijn. En dat je echt wil je mensen veranderen en dus de wereld verbeteren. Want ik geloof erin dat als je de wereld wil verbeteren, dat je mensen moet veranderen. Dat je dan heel veel geduld moet hebben en heel lange termijn gedragsverandering moet proberen. En dat is toen mislukt. En ik ben toen eigenlijk daar best wel cynisch over geworden. Toen mislukt? Want je had het bedrijf hoe lang? Ja, het bedrijf was wel succesvol. Nou, het is niet, we hebben maar 3 jaar of 2 jaar ja, echt veel mensen gehad. Dan kan je ook niet echt een beetje structurele gedragsverandering werken. Nee, maar dat weet ik nu. Dat wist ik toen niet. Oké. Boeken. Ja. Een interview met Gunter Grass. Jij hebt zelf 2 boeken geschreven. Ja, de eerste was toen je 21 was over het studentenleven. Ja. De hoeveelheid drugs en de oppervlakkigheid die daar heerste. De tweede ging over de internethype. En de oppervlakkigheid die daar heerst. En die daar heerst. Nu een boek over het gezin en de leegheid van dat bestaan. Ja, dat is al heel veel gedaan. Valt wel van het gezin. Dat is zo'n, ik weet niet. Dan heb ik het idee dat ik nummer 100 ben die daarmee komt. Maar ik vind het gezin best wel leuk. Ik vind het wel grappig. Iedereen heeft een geheim. Vertel jouw geheim, vraagt NRC Next elke dag. En nu staat er, al jaren vlieg ik bijna dagelijks voor mijn werk. Nog elke keer sta ik doodsangsten uit. Wat is jouw grootste angst? Grootste angst? Ik heb heel lang wat gezondheidsproblemen gehad. Waar ik overigens liever niet over wil uitweiden. Dat ging op een gegeven moment niet zo goed. En ik was toen wel een beetje bang dat ik gewoon mijn hele leven ziek zou blijven. En je grootste geheim? Grootste geheim is dat ik eigenlijk heel erg gelukkig ben. Dat kan ik niet zeggen, want ik ben schrijver. Je bent helemaal geen schrijver. Schrijvers mogen niet gelukkig zijn, dat is een feit. Ook part-time schrijvers mogen ook niet gelukkig zijn. Dat kan gewoon niet. Dan kan je geen aankoopprijs winnen. Kan niet. Ik heb ook een vriendin, dat is gewoon niet goed. Ik moet eenzaam zijn. Okay. Dus. Nou, je bent nog jong. Wie weet. Ja, misschien kan het nog. Ja. Who's Next werd mede mogelijk gemaakt door Mazda.